En dan nu, het laatste Smart Mobility nieuws. De afgelopen maanden zijn er op 130 bruggen sensoren geplaatst. De sensoren meten of een brug open of dicht is. Deze informatie delen we nu met navigatie-apps, zoals Flitmeister. Gemeente Nissewaard, havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat gaan bij de Botlek- en Spijker-Nissebrug zelfs een stukje verder. Het verkeer gebruikt vaak de tunnel om te voorkomen dat ze stilstaan voor de brug. In een proef informeren ze de weggebruikers in een eerder stadium dat de brug open gaat. En zo proberen ze het gebruik van de brug te verhogen.